Een club verontruste Bordenaren strijdt al langer tegen de komst van een uitvaartcentrum in de Stationsstraat. Vanavond houden ze een avond van protest. Die avond die houden wij als een soort ultieme poging om aandacht te vragen voor dit probleem van het vestigen van een mortuarium in Bonnen op deze plek en in deze tijd. Een ultieme poging om de gemeente en uitvaartondernemer zover te krijgen dat er van het oude Joodse badhuis geen mortuarium wordt gemaakt. Want, vinden ze, zo ga je niet met een rijksmonument om. Ja, ik vind het pure verkrachting van dit pand met een lijkrotonde hieromheen. Wij noemen dat een lijkrotonde omdat men geen achteruitingang of uitrit heeft. Die was er altijd wel, maar die bleek, nadat wij ermee bezig zijn gegaan, bleek die illegaal te zijn. Dus men moet rondom het pand alles betegelen. En wij denken dat dat eigenlijk een afbreuk doet aan het aanzien van dit pand. Naast het aanzicht maken de Bornenaren zich ook zorgen over de parkeerdruk en de waarde van hun huizen. Toch zal het nog een hele strijd worden, omdat de gemeente vooralsnog zeer medewerkzaam is met de uitvaartondernemer. Nou, in kannen en kruiken is het pas op het moment dat de gemeente de vergunning geeft. En dan gaan wij de volgende stap doen, dat is de stap naar de rechter. U gaat door het gaatje, zo gezegd. Wij als kerngroep hebben besloten om tot aan het gaatje te gaan.